Ruben Schaken, jouw eerste ADO Den Haag Ajax hier in het Kyocera Stadion. Aan wat merk jij dat dit de wedstrijd van het jaar is? Nou, de reacties van de supporters. Ik heb er meerdere gesproken en die hopen natuurlijk op een goed resultaat. Ook in de wetenschap dat Ajax het hier altijd moeilijk gehad heeft. Dus wat dat betreft gaan we er een mooie wedstrijd van maken. Merk je dat bijvoorbeeld ook aan het feit dat jullie een besloten training achter de rug hebben? Ja, ook. Dat geeft ook aan dat we onze strijdwijze niet willen openbaren, zeg maar. Dus wat dat betreft is dat ook goed. Want ja, je weet nooit wie er zit te kijken en dingen doorgeeft. Dus ja, ook aan dat merk je dat het gewoon een belangrijke wedstrijd is voor ons. En dat we dat ook zo benaderen. Ondanks op papier Ajax misschien kwalitatief beter is. Maar het is het moment van de dag. En we hebben meerdere goede ploegen hier naar huis gestuurd zonder punten. Dus waarom zou het nu niet kunnen? Hoe groot is het vertrouwen? Vertrouwen is groot. We zijn goed geëindigd de laatste wedstrijden voor de winterstop. Dus dat geeft aan dat we groeiende zijn als ploeg. Dat we de boel compact kunnen houden, als team beter spelen. En dat mag ook wel als je 6 maanden nu samenspeelt, dat je elkaar begrijpt. En dat de dingen gaan verbeteren. Dus dat is gebeurd en we zijn nog steeds in een proces. Maar je merkt aan alles dat wij dus nu minder makkelijk doelpunten weggeven zoals we dat in het begin van het seizoen deden. Had je liever gelijk na Heerenveen tegen Ajax gespeeld? Eigenlijk wel, dat hadden we toen ook besproken met elkaar. We zaten in een flow en dan denk je van ja, die break komt nu eigenlijk niet zo goed uit. Omdat we gewoon, het stond lekker en we voelden ons ook goed. En dat zou het wel lekker zijn geweest. Maar aan de andere kant, die break was ook even nodig. Dus dat betekent niet nu dat we er niet meer staan. We moeten gewoon hetzelfde doen hoe we geëindigd zijn. En dan hoop ik op een goed resultaat. Kun je mij vertellen hoe het komt dat spelers tegen Ajax vaak die 10% extra wel weten te vinden? Ja, dat is een heel apart fenomeen. Dat is ook bij mij zo. Dat gaat denk ik automatisch. Ik wil elke wedstrijd winnen. Maar goed, het is mens eigen dat je vooral tegen de topploegen, Ajax, Feyenoord, PSV, dat je extra gemotiveerd bent. Omdat je gewoon, je weet dat heel Nederland natuurlijk ook meekijkt, zo'n beladen wedstrijd. En dan wil je gewoon wil je niet afgaan in ieder geval. Dus ik denk dat het daar vandaan komt. Een Roda uit, met alle respect. Of zijn ook leuke wedstrijden, maar is toch anders. Dan kan je wel, gaan zeggen van ja, elke wedstrijd moet je er staan. Dat is ook zo, maar ja, het is toch anders. Zijn jullie er klaar voor? Ik denk het wel. We hebben een heel goed trainingskamp gehad. En ook afgelopen week heel veel getraind. Veel dubbele sessies gehad. En om zo snel mogelijk weer op conditie te komen. We hebben gelukkig niet een al te lange break gehad. Dus zoveel heb je niet verloren. Maar complimenten aan onze looptrainer en ook de hele technische staf. Dat we zo snel toch wel fit zijn. Want ik heb gisteren met de partijtjes gedaan. Het niveau was behoorlijk. Dus dan merk je echt dat de jongens weer, dat iedereen weer in goede conditie is. Het is de nummer 10 ADO tegen koploper Ajax. Het verschil is 21 punten. Waar liggen voor jullie de mogelijkheden om van de koploper te winnen? Ja, je zal vooral een goede dag moeten hebben. Daar moet je eerlijk in zijn. Als er drie jongens geen goede dag hebben, dan win je niet van Ajax. We hebben alle 11 hebben we nodig. En die moeten een goede dag hebben. De taken uitvoeren wat we hebben afgesproken. En het belangrijkste zal zijn vooral compact spelen. Dus de ruimtes klein houden. En druk zetten. Geef ik een beetje onze strijdwijze geef ik een beetje prijs. Maar nee, ik denk dat het in zijn algemeenheid zo is. Dat alle ploegen dat doen. Als je kwalitatief minder bent, zal je toch over een andere boeg moeten gooien. En dat moeten wij ook. En daar hebben we alle vertrouwen in. Heb je enig idee wat er gebeurt als je, zoals bijvoorbeeld tegen Feyenoord thuis, hier wint met 1-0? Ja, dan breekt de tent los, denk ik. De hel breekt los. Nee, het zou mooi zijn natuurlijk als je hier wint en je supporters dit kan schenken. En ook onszelf, de technische staf, de club heeft het nodig. Iedereen weet waarin de club nu verkeert. Dus wij kunnen wel positiviteit gebruiken. En dat zal helemaal mooi zijn met minimaal een punt tegen Ajax. En een overwinning zal helemaal geweldig zijn. Laatste minuut, Ruben Schaken. Nou, ik teken ervoor.